mijn lieve Soul Searchers. Mijn naam is Barbara en dit gaat een algemene reading zijn voor mijn lieve Waterman. Voor midden augustus tot midden september 2024. Het is een algemene reading, dus neem wat voor je past en laat de rest liggen. Kijk zeker ook naar het sterrenbeeld dat in jouw maan, jouw Venus, of dan wel je ascendant staat. Like, deel, abonneer, klik op het belletje, blijf je op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post. Ik ga hier een algemene reading maken waarbij ik professioneel, financieel en de liefde ga bekijken voor de komende periode. Ik ben nieuwsgieriger dan dit, dus ik ga daar nog een uitbreiding van maken waarbij ik overal nog extra kaarten ga leggen. En in de liefde een splitsing gaan maken tussen de singles, de koppels en de gecompliceerde connecties. Dus mocht deze reading voor jou resoneren en wens je meer informatie, mag je me volgen. De link vind je in de beschrijving van deze video. Kijk je twee of meer sterrenbeelden of uitbreidingen iedere maand, is het misschien interessanter om een abonnement te nemen. Voor €8,80 krijg je toegang tot alle uitbreidingen, ook die van de maand ervoor. Ook leuk misschien om trouwens dat ook terug te bekijken van de afgelopen maand. Ik ben ook te boeken voor privé-readings. De link vind je hier onderaan of rechtstreeks op mijn website www.soulsearch.be. We gaan eens zien voor mijn lieve Waterman. Ik begin met een orakelkaart van de symboliek van de dieren. En de boodschap van het orakel. Welk dier hebben we? Voor jou hebben we de egel. Zelfbescherming en verdediging. De egel. De egel is, inderdaad, kan zichzelf zeer goed beschermen. De egel. Even kijken hoor. De verschijning van de egel brengt boodschap van bescherming. Hij dient als herinnering om gezonde grenzen in je leven aan te geven. Scherm jezelf af van negatieve en schadelijke invloeden. Koester je welzijn en geef prioriteit aan zelfzorg. Creëer een veilige ruimte waar je kunt floreren en gedijen. Er zijn heel veel betekenissen voor deze. Staat ook voor wijsheid, bescherming, veerkracht en transformatie. Om deze kwaliteiten in jezelf te omarmen en toe te passen in je huidige situatie. Je hebt een diepe bron van wijsheid in jou. Vertrouw op je innerlijke kennis en intuïtie. En inderdaad, die stekels staan dus voor die grenzen. Dus probeer jezelf te beschermen. Verdedigen. Verdedig je innerlijke rust. Oké, de egel. We gaan het zien. Dat is voor mijn lieve Waterman de belangrijkste energieprofessional. Voor de komende periode, midden augustus, midden september 2024. Professioneel heeft dus te maken met alles wat met het doen, activiteiten, alles wat je actief aan het doen bent. De ster, Waterman, energie, hier ben jij, hoopvol. Wellicht heb je een droom dat hier uitkomt, of waar je hoopvol naartoe werkt. Je straalt op zijn minst en de ridder van Kelken ondersteboven. Ik kan nieuws hebben hier dat jouw kant op komt en wat voelt als een droom die uitkomt. Of wat in ieder geval heel hoopvol is. Deze persoon meent het wel. Kan de waarheid een klein beetje mooier maken dan dat het is. Dus bescherm jezelf en vertrouw op je intuïtie. Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, soms is het zo. Dus we zullen het zien. Financieel. En dat is de belangrijkste boodschap. Financieel. Voor mijn lieve Waterman voor de komende periode. We hebben een volle maan. 19 augustus in jouw sterrenbeeld. Dus die ga je zeker voelen bij alle vaste sterrenbeelden. Stier, schorpioen, Waterman dan en leeuw. Dus het is een pittige volle maan. Probeer rustig te blijven. We hebben de koning van zwaarden. In het financiële kan het zijn dat je hier een adviseur in de hand neemt. Belastingadviseur, een boekhouder, een advocaat. Iemand die zakelijk is. Veel kennis van zaken heeft. Of dit kan jij zijn, want het is op zich ook wel Waterman energie. Weegschaal, Waterman. Waterman, weegschaal en tweelingen. Dus het kan jij zijn die inderdaad hier heel rationeel je zaak op orde brengt. Je weet, je spreekt je waarheid uit. Je hakt de knoop door hier. Oké, we zullen het zien. In de liefde. Wat mag ik weten in de liefde? Voor mijn lieve Waterman. Komende periode. De 10 van Kelken, ondersteboven. Hier heb ik een beetje oneenigheid binnen een gezin- of familiesituatie. Wat discussies kunnen hier zijn. We zullen het zien. Ontevredenheid kan het zijn binnen een connectie.
Het vloeit niet helemaal. Het is niet helemaal Happy Joy Joy, maar we zullen zien. Onderop heb ik de koning van staven, waterman, wat zeg ik nu? Leeuwramboogschutter, energie. Vurig, charismatisch, sexy, gepassioneerd, gedreven, enthousiast. Enthousiaste koning, dat kan jij zijn. Dat kan de persoon zijn met wie je te maken hebt. Dat kan een manager, een leider zijn. Iemand die charismatisch is, ondernemend kan zijn hier. Okay. Dit is ook zeker iemand die zijn zaak op orde brengt. Dus we hebben hier best wel wat mannelijke energie. Zit jij in je creërende energie? Maar mannelijke energie staat voor de daadkracht. De vrouwelijke is ontvankelijk. Mannelijke is de daadkracht. Dus we zetten hier de dingen in de wereld. Oké, we nemen de leiding. Professioneel verklaar deze ridder van Kelken en de ster. Wat is dit nieuws? Dat voelt als een droom dat uitkomt of dat hoopvol is. De vier van staven, versterking, de aas van zwaarden. Ik heb inderdaad en de koning van pentakels. Ondertussen de derde koning. Ik heb hier de koning van pentakels is een baas, een bedrijf, een instantie. Iemand die heel stabiel is, een goede baas om voor te werken en een hele stabiele structuur. En ik heb dus inderdaad versterking met de vier van staven. Dat kan een promotie zijn, dat kan iets dat financieel wat meer stabiliteit met zich meebrengt. Een zegening kan dit zijn, inderdaad. En met de aas van zwaarden. Er is hier inderdaad communicatie, maar daardoor kan het zijn dat je een knoop moet doorhakken. Met de aas van zwaarden ondersteboven is het wellicht een moeilijke beslissing, alhoewel je weet wel wat je wilt. Maar je hakt de knoop nog niet helemaal door. En eens even zien waarom. Dus het kan zijn dat die informatie jou helderheid geeft van oké, dit is wat ik wil, of daar wil ik voor gaan, of met die persoon wil ik samenwerken, of dit creëert meer stabiliteit, je wilt er iets naast doen, bijvoorbeeld. Je weet het wel, dat je dat gaat doen. Je hebt hoop naar de toekomst, maar nog even niet het moment om de knoop door te hakken. Verklaar de aas van zwaarden. De tien van Kelken, de koning van pentakels ondersteboven. Oké. Je hakt de knoop nog niet door om tegen een andere persoon, baas, bedrijf, instantie te zeggen dat je ontevreden bent, ongelukkig bent. Of dat er oneenigheid is. Dat voelt niet als soul tribe. Ja, je houdt de schijn nog een beetje voor met de zon. Dus je weet dat je uiteindelijk voor een ander persoon gaat werken of een ander bedrijf gaat opzetten of een andere structuur gaat creëren hier. Je haakt de knoop door. Ik heb wel de tien van Kelken dat ik ook in de liefde heb. Dus of dan wel, hoeft dit niet per se professioneel te zijn. Maar is het wel hetgene waar je aandacht naartoe gaat deze maand? Dat je bepaalde tijd en energie steekt in een oneenigheid binnen familie of een connectie hier. Want de koning van pentakels ondersteboven, dat kan spreken over herstructurering, reorganisatie, bezuinigingen. Want dit is een hele bezitterige koning. Dit is echt iemand die zegt van dit is van mij, daar blijf je vanaf. Dus ik kan hier een bezitterige koning hebben dat wat voor oneenigheid zorgt. En we houden hier een beetje de schijn voor. Er is hoop op betere tijden en meer stabiliteit. En een zegening, maar we hakken de knoop nog niet door. Jij staat hier heel ondernemend, charismatisch en wel te wezen. Je bent echt aan het bassing up. Je zaak op orde aan het brengen, joh. Dus ja, of we vertellen nog niet tegen een baasbedrijf of instantie dat we daar ongelukkig in zijn, want het is nog niet het juiste moment. Ondertussen weten we wel welke richting we op willen. Dankzij communicatie dat je een kant op komt. Of de focus ligt hier op oneenigheid binnen een familie- of gezinsstructuur, waar we een knoop willen doorhakken, maar we houden de schijn nog even voor. Er is heel veel hoop en heel veel stabiliteit dat erop gaat komen. Maar het is nog even pas op de plaats. Oké. Verklaar het financiële. Hebben we de koning van zwaarden. Zakelijk, rationeel. De zes van Kelken. Kinderen, kindertijd. De negen van pentakels, de koning van staven ondersteboven en de zes van pentakels. Oké, voor sommigen heb ik hier, dankzij jou die heel rationeel en zakelijk, of dankzij een advocaat of een adviseur, een goede verdeling wat betreft de kinderen. Als we een scheiding als er een scheiding hier is, zou ik dat hier kunnen zien. Ook al heb ik wel hier met de koning van staven iemand die toch wel het gevecht aan wilt, iemand die best wel dominant is in
de manier waarop ruzie kan zoeken. Ik heb hier heel veel onafhankelijkheid dat verklaard wordt met de 9 van pentakels. Financieel gaan we hier van de 6 naar de 9. Dus je krijgt hier hetgene waar je recht op hebt. Dit kan zijn dat je bijvoorbeeld samen met een soulmate connectie, een familielid, een partner, iemand in je omgeving, een zelfstandige activiteit ernaast gaat doen. Want de 9 van pentakels is onafhankelijkheid. En de 6 van pentakels kan het zijn dat je energie verdeelt. Dus financieel heb ik groei. Je krijgt hetgene waar je recht op hebt, wellicht dankzij het feit dat je je zaak op orde brengt. Of een gevecht aangaat met een advocaat aan je zijde. Bij anderen heb ik inderdaad een... Hoe zeg je dat? Een activiteit in bijberoep, nevenactiviteiten die je op gaat zetten, maar je houdt de schijn nog voor. Want de koning van staven, dat kan ook weer hier een manager zijn, een leider, maar het is zijn manier of geen manier. Het is een beetje die in de controle zit, een beetje dominant, een beetje arrogant. Dus misschien durf je het daar nog niet helemaal mee tegen te vertellen. En dan heb ik, ja, wat ik zeg, of een mooie verdeling wat de kinderen betreft, waardoor je je onafhankelijkheid kunt verklaren. Verklaar de 6 van kelken. Er kan iemand zijn uit het verleden. Dat dus deze advocaat of adviseur kan iemand zijn die je al kent. Een goede vriend van de familie die je in de hand neemt hier. Er kan iemand uit het verleden zijn dat terugkomt. Familie, vrienden, kinderen. Mensen waar we een vaderfiguur met de keizer. Ram energie. Veel personages bij jullie deze maand. Gaan we dat allemaal doen. De toren. Oké. De schildknaap van staven en de 9 van zwaarden ondersteboven. Er kan hier iemand uit het verleden zijn dat terugkomt. Dat zien we niet aankomen. Het komt echt op een moment dat je het niet verwacht. Terwijl het zich een beetje voor je uit zit te staren van, is dit het nu? En het brengt betere tijden met zich mee. Dat lost een probleem op. Er kan inderdaad iemand zijn die zegt van, goh... ik ga je helpen. Als je ergens naïef erin bent gestapt, een nieuw avontuur bent aangegaan, maar een beetje blindelings kan het zijn dat je hier inderdaad om hulp durft te vragen, advies inneemt. De keizer is een vaderfiguur. Hier heel stabiel. Dus ja, dat is iemand die inderdaad een bedrijf, een instantie, een baas, een vaderfiguur. Iemand die de patriarch. Die om verzoening vraagt. Die, en dit zie je niet aankomen. Of die hier iets aanbiedt. En dat is grappig, want juist voor die volle maan in Waterman heb ik inderdaad de toren. En dat zag eruit als een gouden kans op een dienblad aangeboden. Dus voor hetzelfde geld komt hier... Ineens krijg je hier een aanbieding dat je niet ziet aankomen. En dat je misschien ooit hebt afgewezen. Dat hier zich opnieuw aandient, waardoor je een keuze moet gaan maken. Oké. Heel benieuwd. Dan gaan we naar de liefde. Hebben we dus wat oneenigheid binnen connecties, familieleden. Ontevredenheid. We hebben de 10 van zwaarden ondersteboven. De 3 van staven en de koningin van zwaarden. Hier ben jij. Keihard. Ik ben niet gelukkig, zo gebeurt het en niet anders. De deur uit, hier ben ik klaar mee. De 10 van zwaarden, dit is, ik heb hier het gesprek dat een einde creëert, een oplossing biedt, een einde. 10 zwaarden in je rug, maar jij wacht niet totdat je ze in je rug krijgt, jij steekt ze er zelf in. Bij een ander. Bij wijze van. De koningin van zwaarden, keihard, maakt van de hart een steen. En met de 3 van staven, je bent je horizon aan het verbreden, plan aan het maken, de horizon op andere kant op. Dat kan afstand of buitenland met zich meebrengen hier. Maar ik heb het gesprek, als we discussie hebben. Als we ongelukkig zijn binnen een connectie, heb ik hier het einde. Het gesprek dat we beslissen van, oké, dit gaat nergens heen. We zijn ongelukkig, laten we plannen maken de andere kant op. Laten we onze onafhankelijkheid verklaren. Laten we de dingen verdelen. Dat kan hier absoluut. Want ik heb een heel zakelijk koppel met de koning en de koningin van zwaarden. Ondertussen zijn we inderdaad... Eerder collega's dan liefjes hier. Dit kan ook met familie te maken hebben.
kistje. Klaar, de 10 van zwaarden, wat is het einde? Je bent plan aan het maken de andere kant op hier. De 9 van kelken, de 10 van pentakels. Recht overeind, ik heb een droom die uitkomt. En de 10 van pentakels is een legacy en de dood. Ondersteboven schorpioen energie. Wat ik hierin kan zien is een erfenis. Halleluja. Dit kan absoluut ook het einde zijn van een langere termijn connectie. Het einde van een plek, een huis. We zijn een beetje bang voor de verandering hier. Doen waarschijnlijk babystapjes die kant op. Maar dit kan absoluut familie zijn. De 9 van kelken. Liever gelukkig alleen dan ongelukkig samen hier. Er is hier iets dat eigenlijk afgerond is, dood is, maar nog niet helemaal. En hier heb ik het gesprek dat de afronding creëert. En dat kan met familie of een huis of een langere termijn job, langere termijn connectie. De 10 van pentakels is iets op de langere termijn opgebouwd. En eerlijk gezegd, dit gesprek creëert een droom die uitkomt. Creëert emotionele vervulling. Halleluja. Oké. Mooi. Veel 10 in deze reading. Veel. Toch wel. Dus ja. Afronding. 10 wordt weer een 1. En de 1 heb ik ook al. Maar we spreken het nog niet helemaal uit. Wat is het advies voor mijn lieve waterman? Voor de komende periode. De 2 van kelken. Verliefd worden of een serieuze verbintenis met iemand aangaan. Vergeving en de oplossing van problemen. En de oplossing... Ja, vergeving, kun je zeker in zien. Geef niet op, je relatie kan worden geheeld. Ja, geef niet op. Ik heb het gevoel dat hier wel wat beëindigd wordt. En effectief, ik heb wel de verzoening met een vaderfiguur of een keizer. De 4 van pentakels. Gebruik je hulpmiddelen verstandig. Zorg voor een evenwicht tussen geld uitgeven en geld sparen. Help mensen die minder fortuinlijk zijn dan jij. Ga je daarnaast vrijwilligerswerk doen? Of mensen helpen die minder fortuinlijk zijn? Ja, gebruik je hulpmiddelen verstandig. Ik heb hier wel financiële groei. Zelfstandigheid, onafhankelijkheid. Dus misschien omdat je je hulpmiddelen verstandig gebruikt. Van de manifesteren met de maan. Wat is nog belangrijk? Boodschap voor mijn lieve waterman. Ik ga hier dus verder op borduren, want ik ben veel nieuwsgieriger dan dit. Dus mocht deze reading resoneren, wens je meer informatie. De link vind je in de beschrijving. Laatste kwartier in Leo. En dat gaat inderdaad rond de volle maan zijn. Kop op. Kijk omhoog. Alles heeft een reden. Ook de negatieve dingen. Dus, zal ik even zien wat het vertelt. Kop op. Laatste kwartier in Leo. Wat er nu met je gebeurt, kan goed uitpakken, maar zorg er wel voor dat je een balans vindt tussen lichte en duisternis in de situatie. Zoek contact met wat lichter en gelukkigere gevoelens om alle energetische rommel op te ruimen die mogelijk uit je angsten is ontstaan. Maar pas op, het is niet de bedoeling dat je de realiteit verbloemt en doet alsof alles goed is, terwijl dit niet zo is. Een positieve houding ten opzichte van het leven zal je nu helpen om eventuele problemen op te lossen. Kop op. Kijk naar het positieve. Alles heeft een positieve en een negatieve kant, dus focus op het positieve. Want er komen absoluut goede tijden aan hier. Wil ik nog een laatste engelenboodschap voor mijn lieve waterman. Mindfulness. Wees je bewust van je gevoelens en behoeften van anderen. Van de gevoelens en behoeften van anderen. Iemand heeft jouw liefde nodig. Er is alleen maar één liefdevolle gedachte voor nodig. Mindfulness. Iemand heeft jouw liefde nodig. Oké. Okay. Ben benieuwd. Laat het me weten hoe dit voor jou persoonlijk resoneert. Ben altijd heel blij. En super dankbaar voor al jullie berichten. Like als je hier nog bent. Abonneer je helemaal gratis. Laat mij weten dat je resoneert. En help mij het kanaal doen groeien.
En blijf jij op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post en live ga. Ik ben van plan om voor die volle, voor de nieuwe maand in maart live te gaan. Dus wil je het niet missen, heb ik een leuk cadeau weer uit te delen. Ik stuur je alle liefde en licht toe voor de komende periode. Ik dank je wel voor het kijken en ik zeg tot snel.